Vandaag verwelkomen we in ons 10 minuten gesprek Krishna Mathura, DNA-kandidaat nummer 1 van VHP Paramaribo. Hoe is het met je? Heel goed. Ja. Spannend, ja. Ja, nog maar 8 dagen te gaan, hè? Helemaal. Ja, geweldig. De belangrijkste dagen. Ja, ja. Ja. Dat is nog steeds hard werken. Hard werken, de laatste elke minuut telt. Ja. Maar heel enthousiast worden ontvangen. En dat geeft heel veel hoop en energie. En energie. Nou, kijk. Dat is goed om te horen. Dat doet me echt goed. Ja. Nou, ik heb wel de afgelopen dagen gemerkt dat je bezig bent met de leningen die afgesloten zijn. En het koopkracht en wat het betekent. Bezuinigingen, herschikken en alles. En dat het mensen toch wel een eye-opener is voor heel veel mensen. En dat je in radio-interviews met anderen en krantenartikelen en zo, dat je wordt aangehaald of dat er naar jouw verhaal wordt verwezen. En ik denk van, nou, dat ga maar los in 10 minuten met je koopkrachtverhaal. Ja, inderdaad. Kijk, wat voor mij belangrijk is, en ik denk, ik geloof de hele samenleving is, als je in de regering bent, is dat mensen een waardig loon hebben. En dat mensen veel meer kunnen doen met hun loon. En dat is in de afgelopen periode 10 jaren ernstig verzaakt. De koopkracht, mensen zijn echt 80% bijna achtergegaan in hun salaris. En mensen komen niet uit met hun geld. Even de luisteraars te laten weten, wat is koopkracht? Want koopkracht is niets anders dan datgene wat je kan kopen met je salaris. Als mensen in 2010, 2000 SAD verdienden, dan was dat geld $700 waard, $740 waard. Hetzelfde geld, nu 2000 SAD verdienen, is nu $145 waard. Dus mensen zijn 80% achteruit gegaan. En wat betekent dit? Dat mensen met hun salaris niet meer in staat zijn om hun normale huishouden te draaien. Dat betekent dat ze niet in staat zijn om bijvoorbeeld huur te betalen, inkopen te doen, hun kinderen naar school te sturen, goederen te kopen, gezondheidszorg te betalen, maar ook bijvoorbeeld een redelijke ontspanning die mensen echt ook nodig hebben. Die zaken zijn er niet. Mensen zijn toen gaan bezuinigen en heel veel bezuinigen. Daarnaast heeft de overheid in de afgelopen periode bijna 13 verhogingen doorgevoerd. Alles komt uit het salaris dat inmiddels ontwaard is. En dat heeft mensen ontzettend veel stress, onzekerheid en problemen gegeven. En dat merk ik ook elke dag als ik op het veld ben. Dan merk je als je met mensen praat van ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb een vrouw gehad die 4 kinderen had, of 3 kinderen had. En die zei, ik koop elke dag maar 20 broden. Dus, en ik probeer daarmee maar te leven. Een mevrouw die ik ontmoette is, ze heeft 3 maanden geen huur betaald. En ze zit elke dag in onzekerheid van, de huisbaas kan komen en ik kan elk moment uit huis gezet worden. Maar waar ga ik dan? En hoe ga ik dan in een nieuw huis huur betalen? Wat je ook ziet is dat omdat mensen huur niet kunnen betalen, dat ze verplicht zijn in te wonen bij andere mensen. Dus verschillende gezinnen in één huis. Met alle spanning en stress en allerlei andere negatieve dingen. De mensen hebben geen privacy, de mensen hebben niks. Mensen die in veel kinderen en ouders in één kamer moeten slapen. Nou weer, zo ontmoet ik eigenlijk dagelijks heel veel mensen. Een meneer die ik ontmoette, die zei, woont in een huis waar hij €200 betaalt. Hij is ooit eens begonnen te betalen voor €200. 800 Surinaams SRD betaalde hij voor de. Inmiddels is die huur 4000 SRD geworden. En dat kan hij bijna niet opbrengen met zijn salaris. Dus dat is het koopkrachtverhaal wat het heeft gedaan.
Maar hoe komt het, hoe is het zo ver gekomen en wat gaan wij als VHB doen daaraan? Mm-hmm. Nou, hoe het zo ver is gekomen, is dat de regering zeer verkeerde prioriteiten heeft gesteld. De regering heeft gekozen, niet voor de burgers van het land. De regering heeft gekozen om allerlei andere projecten te doen en om allerlei andere zaken geld uit te geven en heel veel geld uit te geven bij de overheid. Projecten gedaan die niet noodzakelijk waren. En bij de projecten ontzettend veel geld uitgegeven. En dat heeft gemaakt dat de hele begroting van de overheid uit evenwicht is geraakt, uit balans is geraakt. En ja, daar tegenover geen dekking stond. Dus de deviezen, alle deviezenvoorraad die zijn opgegaan. En ja, dan gaat men geld drukken. En meer geld betekent dat het geld ontwaart. Dus de koers is gaan stijgen. En de koers, heb ik begrepen gisteren, was 1 voor $1 SAD. Dat vertelden mensen mij. Dus het is van 2,80 gegaan nu naar 20. En dat is zeer ernstig. Even een paar feiten noemen. In de afgelopen periode heb ik alle leningen bekeken. En vanaf 2013 tot en met 2020 zijn er 101 leningen gesloten door de regering. Ja, 101, niet 1, niet 2, niet 3, maar 101 leningen gesloten. Ja, ik moet je zeggen, zijn het er maar 101 of is dat waar je achter bent gekomen? Kunnen het er dat meer zijn? Ik denk dat het er meer zijn. Dit is wat ik uit de website van het Bureau van Staatsschuld heb gehaald. Mm-hmm. En daarin zijn misschien niet meegenomen de leningen die in feite al afbetaald moeten worden. Dus dat zijn leningen die op de website zijn. Als er andere leningen zijn die niet daarop zijn, dan heb ik dat niet meegenomen. In totaal is geleend een bedrag van 3,3 miljard US dollar. 2300 miljoen ongeveer. Om exact te zijn 3,274 miljoen. En aan rente heb ik uitgerekend, moeten we betalen 870 miljoen US dollar voor deze leningen alleen. Zo. Het is heel veel geld, ja, wat de regering in de afgelopen periode heeft gehad. Ja, de rente die we als land moeten betalen is 26% van het totaalbedrag. Bijna 1/4. We konden ontzettend veel andere dingen hebben gedaan met het geld. De koers kon stabiel worden gehouden. We konden huizen hebben gebouwd voor mensen. Bijna 64.000 mensen zouden een huis kunnen krijgen. De ontwatering, het regent hier. En dan ben ik, als je in de stad loopt, dan zie je water in de huizen van mensen. Gisteren gewoon op Combe hebben we gezien. Gesproken met een vrouw, een klein huisje, maar ze kan niet in haar huis. Alles rondom haar huis is onder water, dus ze moet in water lopen om haar huis te bereiken. Zo. Ja, ja. Wow. En het is midden in de stad. Ja. Nou, de regering kon heel veel dingen doen met het geld. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben heel andere prioriteiten gesteld. Maar de bedoeling is dat wij als partij hieraan wel gaan werken. En dat we gaan proberen de koopkracht juist van de burgers van Suriname te herstellen. En zo snel als het kan. Ja, heb je daarvoor gedachtegangen van hoe je dat gaat aanpakken? Ja, als partij hebben we een wederopbouwplan opgesteld. Mm-hmm. En voor ons is in het plan zijn er 10 prioriteiten. Een van de prioriteiten is een sterke en groeiende economie. En basis is eigenlijk stabiliteit creëren, zo snel mogelijk. Hoe gaan we die stabiliteit creëren? Hoe gaan we dus die koopkracht versterken? Dat is de waarde van de SAD versterken. Want als de waarde van de SAD ten opzichte van de dollar en de euro versterkt kan worden, dat betekent dat mensen meer kunnen doen met hun geld. Je hoeft mensen niet veel geld te geven, maar als dat geld meer waard is, in US dollar en euro's, dan kan men meer kopen en dan kan men uitkomen. En dat is voor mensen heel belangrijk. Dan komt het vertrouwen terug in die SAD en dan is de vraag naar de dollars minder. Weet je, dan hebben we dat probleem. Dus we gaan 3 dingen doen eigenlijk. We gaan bezuinigen binnen de overheid.
Een van de posten bijvoorbeeld waarop we zwaar gaan bezuinigen, is het kabinet van de president. Daar krijgt de president nu jaarlijks 350 miljoen SRD elke maand. Dat is 7 keren de begroting van de Nationale Assemblée. Bij de Nationale Assemblée hebben we 51 leden die betaald worden, 100 medewerkers. En de hele logistiek en alles wordt gedraaid met 50 miljoen. Dus de noodzaak waarom de president op zijn kabinet 350 miljoen gemiddeld per jaar moet hebben voor welvaartsbevordering, dat snappen we niet, dat gaat weg. En zo gaan er meer dingen weg, bijvoorbeeld 60 ministers die deze regering benoemd heeft, die allemaal op de betaalsrol komen van de overheid. Ex-DNA-leden die een baan aangeboden krijgen. Ik heb pas begrepen dat een DNA-lid die afgelopen 5 jaar nauwelijks iets in het parlement heeft gezegd, benoemd is tot beleidsadviseur bij het ministerie van Onderwijs. Dus dat soort dingen mogen niet en kunnen niet. Helemaal niet. We gaan meer moeten verdienen. Dus we gaan geld moeten zoeken bij de overheid, kijken waar we geld kunnen verdienen, dat is belastingen. Maar we gaan export ter hand nemen, de dienstensector, maar ook de leningen gaan we herschikken. Als de leningen niet geherschikt worden, dus dan gaan we gigantische problemen krijgen. Want nu al is het duidelijk dat Suriname niet in staat zal zijn om de leningen te betalen. En dat is de reden dat organisaties als Standard & Poor, Fitch en zo Suriname hebben gedowngrade. Dus dat betekent dat we eigenlijk een status hebben gekregen, junk status. En dat we eigenlijk op de kapitaalmarkt in de wereld niet kunnen lenen, maar dat investeerders ook niet gaan komen om in Suriname te investeren. Nee, dus dat is wij gaan heel hard daaraan werken, herstikken, zwaar bezuinigen en meer verdienen. We gaan tegelijkertijd rekening houden met de groepen, de kwetsbare groepen, de mensen die het moeilijk hebben, de lagere en middenstandsinkomens. En we gaan daar hebben we een pakket van maatregelen om die groepen te ondersteunen, zodat hun koopkracht verbeterd wordt en dat zij kunnen uitkomen. Dat is wat wij als partij willen. En we vragen het volk van Suriname om ons mandaat te geven, zodat we deze plannen kunnen uitvoeren. Dus massaal stemmen op de VHB. Ja, op 25 mei 2020. Precies, ja. Op 25 mei 2020 laten we Suriname kiezen voor Suriname en onze economie herstellen en ons land herstellen, maar ook ons leven herstellen. Dus massaal stemmen op de VHB. 28 zetels, daar gaan we voor. Nou, yes. Ja. Daar gaan we voor. Volk, geeft u ons die ondersteuning. Ja, nou, Krishna, Sisa, dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, ik wens je heel veel succes. En ik ga nu even afsluiten. Diaspora VHP Vrouwen dankt Amor FM in de persoon van de heer Subhas Gogar, directeur van Amor FM. Uw progressieve kijk op de hedendaagse ontwikkelingen heeft het mogelijk gemaakt om de vrouwelijke VHP-kandidaten een podium te geven. Dank vanuit het diepste van ons hart, van ons.